Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik ga weer lesgeven. Ik moet gaan opschieten. Ik kon ietsje later beginnen, want mijn eerste les viel uit. Mijn tweede les is een sterruur, dus die wordt alleen maar ingezet op het moment dat er mensen uitvallen. En ik ben niet ingezet, dus ik kon lekker blijven liggen. Ik heb mijn tas al ingepakt. Ik neem jullie mee en we gaan er weer een leuke dag van maken. Hey, ik ben thuis. Ik heb eigenlijk best wel een leuke dag gehad. Mijn leerlingen hebben heel erg hard gewerkt vandaag. En er zijn alleen een paar dingetjes misgegaan. Wij hebben een WOPO, dat is een woensdagpost. Dat is een interne post tussen alle docenten. Die krijgen dan gewoon één keer in de week op de woensdag een blaadje met allemaal leuke informatie, maar ook hele praktische informatie en belangrijke informatie over de komende week. En ik had in die woensdagpost had ik een berichtje geplaatst over Paarse Vrijdag. Als je niet weet wat dat is, ik zal eventjes hier een linkje zetten. En over een actie die mijn leerlingen in de brugklas hadden gedaan. En dat staat er weer niet in. Er is weer iets misgegaan. Het berichtje van mijn brugklas zou 2 weken geleden er al in staan. Het berichtje van Paarse Vrijdag zou deze week erin komen. Maar dat staat er dus niet in, omdat een ander mailtje opeens tevoorschijn kwam over iets totaal anders, dat het niet geplaatst hoefde te worden. Maar dat ging dus over iets totaal anders, dus het staat er weer niet in. Ook laat mee eventjes binnen. Maar daar is dus weer iets misgegaan. Echt zo ontzettend jammer. Ik heb een aanvraag gedaan bij de directie om op Paarse Vrijdag iets te mogen vloggen. Ik wil namelijk in mijn klas aandacht besteden aan Paarse Vrijdag. En ik hoop daar een filmpje over op te kunnen nemen met mijn leerlingen. En dat we dat dan kunnen delen via het portaal of zelfs via het COC. Wat een van de grotere organisaties is die ook achter Paarse Vrijdag zit. Maar goed, moet even kijken hoe dat gaat lopen. Ik heb mijn filmpje ook gedeeld met de beheerders van de Facebookpagina van de school waar ik werk. En ik hoop dat ik daar gewoon eventjes iets mee teweeg breng. Maar dat is altijd afwachten. Mijn hoofd begint een beetje zeer te doen. Dus ik moet mijn haar weer eventjes los gaan halen. En ik moet eventjes gaan kijken of Paul thuis eet. Volgens mij wel namelijk. Begint ook echt wel weer aardig donker te worden. Zoals jullie misschien wel kunnen zien. En wat wilde ik nog meer zeggen? Ik wil een vlogje gaan editen voor morgen. Ik heb gisteren en vandaag geen vlogjes online gezet. Omdat ik me nog steeds niet lekker voel. En ik heb een hele hoop dingen die ik moet doen. Ik moet dus nog een hele hoop werkstukken gaan nakijken. Maar dat doe ik in etappes. Ik wil er ergens tussen de 5 en 10 per dag doen. En ik heb nog iets tussen de 50 en 60 werkstukken na te kijken. Dus ik moet even kijken hoe dat gaat lopen. Het is op zich, ik vind het nakijken van werkstukken heel erg leuk om te doen. Maar ook heel erg moeilijk, omdat je veel meer op detail moet gaan kijken. Het is namelijk niet zomaar goed of fout. Zeker niet als het over iemands beleving gaat of over een mening gaat. Dus dan moet ik veel meer gaan kijken van, heeft degene zich aan de opdracht gehouden? Heb ik een heel mooi schema voor? Voldoende woorden, voldoende plaatjes, voldoende kleur, voldoende de antwoorden gegeven op de vragen en meningen voldoende onderbouwd. Dus het is toch eventjes wel wat lastiger dan zeggen van het is goed of het is fout. Ik heb ook nog een paar brieven die ik moet nakijken, maar die zijn heel snel nagekeken. Veel dingen om te doen in ieder geval. Morgen moet ik de hele dag werken op het Horizon. Ik ga denk ik ook mijn Paarse Vrijdag filmpje eventjes via het Horizon delen. Misschien dat zij het oppakken. Dat zou ik in ieder geval heel erg leuk vinden. En even kijken, wilde ik nog wat zeggen? Nee, dat is het eventjes voor nu. Ik wil ook even een ontwerpje gaan maken voor een spijkerjasje wat ik hier nog heb liggen. Die ik naar Joella ga sturen. Jullie kennen Joella wel van het YouTube kanaal Joella Briels. Zij heeft toen meegedaan aan de winactie. Zij was de tweede in de rij en omdat degene die gewonnen had niet reageerde, gaat het automatisch naar de tweede persoon. En omdat ze had het jasje willen winnen voor haar moeder. En omdat ik Joella gewoon ontzettend aardig vind, wil ik haar zelf ook een jasje geven. En ik had nog een spijkerjasje liggen, wat volgens mij wel ongeveer haar maat is.
Dus die wil ik van het weekend in ieder geval gaan maken. En dan stuur ik dat als het ware als een soort van Sinterklaas cadeautje naar haar en haar moeder toe. Ze weten ervan dat, dat een pakketje hun kant op komt. Ik heb alleen nog niet precies gezegd wanneer. Dus dat gaan we ook nog krijgen. En er is iemand waarvan ik het vermoeden heb dat ze ziek is, die ik ook heel graag een beterschapspakketje wil sturen. Ik hou ontzettend van posten, maar dat wisten jullie al. Ik ga eventjes wat lampjes aandoen, want het is hier ontzettend donker aan het worden. En dan spreek ik jullie zo nog. Het is 10:30 geweest. Ik heb een vlogje voor morgen online staan. Ik heb het woensdag overgeslagen, omdat daar eigenlijk niet zoveel gevlogd was. En dat zou dan gewoon echt een beetje een loos stukje zijn. Maar er komt binnenkort nog wel eventjes een andere video over, want ik had wel iets belangrijks te vertellen. Alleen, daar moet eerst eventjes wat duidelijkheid over komen. Dat kan ik jullie namelijk pas vanaf, niet aankomende week, maar de week erop kan ik dat pas vertellen. Wat ik wel kan zeggen is dat ik dus gevraagd ben als ambassadeur voor het vlogfestival. Wat ik dus wel kan vertellen is dat ik dus gevraagd ben als ambassadeur voor het vlogfestival. Maar wat dat precies gaat inhouden, dat ga ik jullie nog een keertje uitleggen. Dat weet ik zelf ook nog niet helemaal precies. Morgen moet ik werken. Morgen zit ik het eerste blok volgens mij in Herengewaard. En daarna moet ik naar Alkmaar toe. Dus ik ben de hele dag weer aan het surveilleren. En dan moet ik 's avonds weer repeteren met Brassica. En daar heb ik heel veel zin in. En vrijdag ben ik lekker snel klaar. Want dan heb ik eerste, tweede, derde en vierde uur dat ik les geef. En dan hoop ik dus 's middags nog eventjes tijd te hebben om na te kijken. Maar ook om een filmpje op te nemen. Ik wil heel graag namelijk nog wat dingetjes filmen. En daar ben ik de afgelopen week niet echt aan toegekomen. Vanwege het feit dat ik me niet lekker voel. Nog steeds niet helemaal. En vanwege het feit dat ik heel veel bezig was met nakijken. Dus. Ook wil ik nog iets gaan doen met Paarse Vrijdag. Misschien dat ik daar nog een aparte video over ga opnemen. Die ik dan weer als een soort van herinnering online kan zetten. Want volgende week vrijdag is dus Paarse Vrijdag. En dan zou ik het leuk vinden als leerlingen en collega's met iets paars aan op school komen. Wat nog meer? Ik weet even niet. Nou, dit is het in ieder geval eventjes wat ik wilde vertellen. Ik ga zo nog eventjes 1 of 2 dreads opnieuw vlechten. Die zitten een beetje los. En dan ga ik bij deze dus de vlog afsluiten alvast. Het is 10:50. Dus het wordt wel tijd om te gaan slapen. Mede wil ook nog eventjes uit. Dat doen we zo ook nog eventjes. Maar ik ga dus bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Geef het filmpje dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie je me morgen weer. Doei!